Ik zie het niet hier nu ook. Mientje loopt rond en daar. Dionne is er. En die neemt Mientje mee. Meteen even mee. Nou, hartelijk welkom. Gelukkig, je hebt het gered. En was het omdat je de hond moest uitlaten? Ja, joh, dat duurde zo lang. Mie neemt er altijd de tijd voor. Ja, daar ziet ze wel naar uit. Maar goed, Dionne neemt ook altijd de hond mee. Je ziet het. En hoe gezellig, dat geeft gelijk sfeer aan tafel, toch? Ja, wel, hè. Maar heb jij wel eens... Het ook af natuurlijk, hè? Van je werk bedoel ik, als er een hond zit. Ja. Maar heb jij wel eens een hond meegenomen in je werk? Of een dier? Nee, want nou, in theater niet. Nee, ik zit in de kleedkamer en ik kan er ook geen kant op. Dat is niet gezellig. Maar ik denk dat mijn kantoor wel... Maar het leidt ook wel af, denk ik. Denk je niet? Mensen dan gaan ze kriebelen met zo'n hond. Zal ik maar uitlaten? Ik laat hem wel uit. Ja, maar en ze laten hem samen uit. Het geeft ook een onderlinge... Ja, een hond is voor sociale contact. Ja, best een hond nemen, dat is waar. Ja, ik geloof dat Dionne er ook wel weer klaar mee is. Hallo. Peter. Maar... Ja, de dokter houdt zich even op de vlak. Naast mij, weet je wel, daar maakte ik die stemmetjes bij. Daardoor kwam ik ook op het idee om filmpjes te gaan maken met dierenstemmetjes. Ja. Goed. In het volgende seizoen moet hij weer meedoen natuurlijk. Ja, je kan ook klonen. Maar hij mag een beetje mankelen, want ik ga ook zien door ogen achteruit in die serie dan. Dus we passen dan wel goed bij. Maar André, herkende Mo jou? Of nee, absoluut niet. hij heeft een beetje aan zijn oogjes. Nee, maar ik zag er natuurlijk ook anders uit. Hè? Ik had een been minder. Ja, dat is ook veel gevraagd voor Mo. Maar over slecht zien gesproken. Ja. Mo heeft een beetje last van zijn oogjes. Maar wij hebben een filmpje gevonden dat jij als meneer Wijdbeens... met ook de Basset, jouw Basset, op cursus gaat. Want jij wilt om... Een reden die te ver voert om helemaal uit te leggen. Maar jij wilt graag dat Martin Gaus van jouw hond een blinde geleiderhond maakt. Ja. Meneer Wijdbeens wil dat. Okay. Nou, dat pakt er zo uit. Zo bent u braaf. U moet het zeggen, u hebt het wel onder controle. Nee, u bent braaf. U bent braaf. Goed zo, goed zo. Nu naar beneden. Vooraan. Vooraan, go. Ik denk niet dat het gaat lukken. Nee, het was zo leuk wat die opname ook. Maar Martin is ook de meesterlijk daarin. Die speelt er enorm goed mee. Ja, maar goed. Per jaar wordt de diagnose gesteld. Dus echt heel veel. Elke dag gaan er 13 mensen dood aan darmkanker. Dus dat is... En dan kan je dan gek... Want Cassandra wordt niet geloofd. Ze wordt niet geloofd. Ze heeft voorspellende gaven, maar ze wordt niet geloofd. En nee, het enige verschil is dat ik hier zit. Liever gewild dat al die blokker schatten... in de verkoop waren gekomen? Nee, ik vind dit wel heel goed nieuws. Het is natuurlijk prachtig voor het Singer Museum. Het is ook een ontzettend mooi museum. En dit is zo'n grote collectie. Dat moet aan het publiek getoond worden. Ja, ik vind het heel mooi. Goed, het kan jouw goedkeuring wegdragen. Zeker. Ja, vanaf aanstaande donderdag dan krijgen we het tweede seizoen van Onschatbare Waarden te zien. Daar is Dionne de presentatrice van natuurlijk. En de experts zijn er ook weer. En Mientje is er ook weer. Dus iedereen had zin in een tweede seizoen. En ook nu mogen de verkopers aankloppen bij de experts... om hun objecten voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Wie bent u? Wat heb je meegebracht? Ik ben Jos. Dit is de stereoscoop van een oude tante van mijn vrouw. Okay. Dat was haar blik op de wereld. Dan had je plaatjes en die zette je hierin. En dan keek je door deze lenzen en dan vergrootte het uit. En dat niet alleen, met die twee lenzen zag je ook diepte. Volgens mij is er wel wat animo hier aan de tafel. Kijk, dat is dan een leuke gadget. Ja. Kom eerst maar hier bij ons langs, ja. Wie weet, ga ik wel eens een rijk man naar huis. Rijk niet, maar wel geld in de zak. Ja. Ja, de experts zijn ook bij ons aan tafel komen zitten. Mientje, die rommelt tussen mijn benen. En Dionne, wat zijn de topstukken die we voorbij gaan zien komen dit seizoen? Nou, er zit wel, als we dan over bedragen hebben, een Japanse plaquette tussen. Waar iedereen wel heel erg... Ja, inderdaad, Bert. Mm. Waarom daar waren alle experts wel in geïnteresseerd. Maar je hebt een enorme strijd. Je hebt hem misgelopen. Mag je niet zeggen. Nee, we gaan er niks verklappen. Maar dat is en noem nog eens een topstukje. Wat ik zelf heel mooi vond was bijvoorbeeld een gouden tasje, maar echt goud. En die mevrouw had het gekregen van haar oma. En ze had hem één keer meegenomen naar een feestje. Ze stond er met een glaasje wijn. En toen dacht ze, ja, ik voel me toch een beetje opgelaten met zo'n echt gouden tasje bij me. Een echt gouden tasje? Ja. Wat moet je erin doen? Niks meer over. Het is allemaal goud. Ja. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Is dat zoiets van, nu leg ik het de hele tijd in de kluis. Dan heb ik liever dat een expert me een mooi plekje geeft. Dat iemand er iets aan heeft, dat hij gezien wordt. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk met de aankopen van afgelopen jaar gegaan, Ilse? Redelijk goed. Redelijk goed, Maar ik heb ook nog wel wat. Aan. Ja.
En het is de bedoeling dat jullie het dan zelf verkopen. Is, ja. Is dat goed gelukt? Nou, het leuke is dat ik onlangs van dit seizoen al iets heb verkocht. Oh, van dit seizoen? Ja, dus dat is leuk. En wat is daar het voordeel van dan, in tegenstelling tot het seizoen van daarvoor? Nou, voordeel weet ik niet, maar het ging snel, het was leuk. Ja? Dus ja, dat is leuk. Maar heb je geen last van dat het al een keer uitgezonden is bij dat deze tweede serie? Ze weten wat je dus serie. Hebt betaald. Ja, dat wel, ja. Ja, ze weten precies wat je inkoopprijs is. Dus ja, je moet het ook scherp weer prijzen. Ja. Nou, wat mij opviel bij dit tweede seizoen is dat de mensen die kwamen, die hadden al iets meer onderzoek gedaan. Dus ze hadden echt het eerste seizoen nog even erbij gehaald. En oh ja, Ilse is erg van de schilderijen en Ebert die houdt toch wat meer van de stoere voorwerpen. Ja, ja en Arnold en Bert die ruzie is altijd. Gedaan met de verrassing. Ja, zeker ook tussen nu. Ebert, heb jij nog iets voor de geïnteresseerde kijker weten te bemachtigen of te verkopen? Jazeker, jazeker. Ja, ik heb iets moois gescoord. Ik mag natuurlijk niet zeggen wat. Maar ik ben heel tevreden. Dus, Je houdt het nog even geheim. Jazeker. Ja. En Arnold, waar let je op bij het aankopen van een object? Heb jij een bepaalde strategie? Of, je bedoelt de onderhandelingsstrategie? Ja? Ja, dat is altijd anders. Hè. Kijk, je moet eigenlijk als goede onderhandelaar een soort chameleon zijn. Je moet eerst eens kijken naar wie er tegenover je zit. En daar moet je je aan aanpassen. Ja. En ja, soms heb je natuurlijk geen idee. Het moet ook allemaal natuurlijk in een paar minuten gebeuren. Normaal gesproken heb je zomaar een paar uur de tijd. Geef je mensen op bezoek, kopje koffie. God, heb je een leuke hond? Wat is het slecht weer? Ja. En dan heel langzaamaan groei je toe naar de onderhandelingen. Kijk, maar bij ons moet dat heel onnatuurlijk eigenlijk. Ja. In 2-3 minuten. Ja. Je moet toch proberen ze te overtuigen van het feit dat jouw bod het allerbeste is. Ja. Ja. En heb jij nog een bepaalde tactiek? Ik laat het gewoon gebeuren. Je laat het gewoon gebeuren? Ik begin gezellig een kletsje met de mensen die komen en... Ik moet je zeggen dat je vaak in de vooraankondigingen krijg je te horen wat het is. En dan denk je, ja, maar ik zie er niks in. Maar dan is het toch ook wel zo als je dan met iemand aan het praten bent. Dan hebben we het verhaaltje erachter. En... Is het verhaal achter een object van belang voor de waarde van iets? Nou, voor mij maakt het wel het object levend. Het is wel gewoon het verhaal erachter maakt het wel leuker. Ik bedoel, zoals van het gouden tasje. Ja, nou ja, het gouden tasje, ja. Ja. Dat noemen wij de provenance, hè, van iets. Van wie is het geweest? Ja. Ja, waar komt het vandaan? Ja. Vaak hele bijzondere verhalen ook. Ja, af en toe wel, maar we hadden bijvoorbeeld nu ook een koffer van... Mag ik Louis Vuitton. Louis Vuitton, ja, maar ik zit een beetje... Maar het was al een hele oude koffer en daar zaten ook liefdesbrieven in. En ik was meteen helemaal om toen die dame begon te vertellen over... Nou, liefdesbrieven, er is een boek over geschreven. Ik dacht, oh, prachtig. Oh, en die zaten in die koffer? Die zaten in die koffer, maar er zaten dus hier experts tussen die zeiden... Ja, het is gewoon... Oude koffer. Oh. Een hele mooie oude koffer. Dat was misschien om de prijs te drukken, of niet? Ja, nee, zo zijn wij niet. Nee, maar die koffer wordt verkocht met de brieven erin. Nee, de brieven zweven nog. Daar kunnen we ons niet op uitlaten. Zijn dat brieven van bekende mensen, van die we kennen? Ik zet niks meer. Koningen, weet ik veel. Nee, zo oud was het toch niet? Koning? Nee. Nou, we hebben vandaag de dag ook nog koningen. Het verhaal was gewoon heel mooi. Ik snap dat. Maar we weten niet wat we wel en niet mogen zeggen. Dat is een beetje moeilijk, want je wil het wel. Het is altijd zo lastig praten met jullie. Maar Dion, je wordt gevraagd, maar... En ze zei, ja, mag niks zeggen. Maar heb jij nog iets opgestoken van hen, hoe je moet onderhandelen als je zelf een keer wat gaat kopen? Denk je, nou, dat heb ik even... mooi opgestoken. Ja, best wel eigenlijk. Dat mag je niet zeggen. Normaal gesproken, als ik ging onderhandelen, dan had ik na één keer dacht ik, prima, joh, dan doen we gewoon 50. Prima. Maar ik vind vooral Arnold, die kan er wel lekker zo strak op zitten. Maar hoe doet hij dat? Is dat een compliment? Ja, daar heeft ze wat van geleerd. Het is gewoon heel snel denken. Ik weet niet, maar ik kan het gewoon nog niet zo goed. Maar dat... Hij schat iemand in en dan gaat hij meteen eroverheen. Ik denk, oh, dat is echt goed als ik nog een keer salaris onderhandeling heb. Maar wanneer heb jij verplaatst? Onlangs heb ik een kast gekocht. Ja. En toen dacht ik, oké, dit ga ik toch eens een beetje op zijn Arnold schoon en stevig. Een antieke kast. Ja, dus zeg, ik vraag voor die antieke kast €250. Wat zei jij toen? Ja, dat is veel te weinig natuurlijk. Leuk begin. Ik zat meer te denken aan 100.
Oh, oké. Okay. Ja. Zo doe je dan. Ja. Oh, en dan kijk je me zo aan. Doe maar. Ja, je mag hem hebben ook eigenlijk. Ja. Weet je wat ik kom hem brengen? André, wil jij wat voor mij doen? Ja. Wil jij dat flapje van het truitje van de Jonne even omslaan? Huh? Zo? Nou, het is dat je het zegt. Ja. Nou, hey. Dat is een slijm. Het is zo'n mooi truitje. Oh, wow. Nou, daarom moest ik weer lang blijven zitten. Je wilde al naar huis om weer helemaal lekkers te gaan maken. Maar ik wil je ook wat vragen, André. Niet een ander flapje. De experts hebben allemaal een voorwerp meegenomen. Uh-huh. Het ene voorwerp is kostbaarder dan het andere voorwerp. Dat lijkt me logisch. Uh-huh. Dus het ene is duurder dan het andere. Nou zou ik aan jou willen vragen een volgorde te maken van het minst duur tot het duurst. Begin maar. Het is natuurlijk altijd wat te gek te vergeven met die dingen. Hè? Want als je het echt wil hebben, dan heb je er alles voor. Ja, we gaan eerst even een rondje maken. Vertel even wat het is. Bert, wat is het? Dit is een Haagse klok. Die herbergt eigenlijk twee bijzondere dingen. Dat is een oude meester. Okay. En een oude meester gemaakt naar Van Poelburg. En aan de achterkant... Zit dan het uurwerk. En dat is dan feitelijk het verborgen pronkstuk van Nederland, dat is de uitvinding van Christian Hagen-Huygens, het slingeruurwerk. Het slingeruurwerk. Ja. Okay. Maar er zitten geen wijzers op. Ja, maar jongens, we moeten door. Ja, maar door. Er zitten klok zijn wijzers. Jawel. Je moet kijken. Jawel. Hier gaat hij. Jawel. Echt waar? Ja, dat werkt leg allemaal. Leg ik in de wijzers. Hij geeft zijn tijd aan. Allemaal een hele andere soort geen wijzers. Het is een wijzerplaat. Het is een alternatief systeem. Evert, we moeten door jongens, want anders halen we het niet. Dit is een glas van Arnold. Ik schuif niet door naar mij. Ik heb niks meegenomen. Past niet door de deur. Goed. Dit is een 18e eeuws gelegenheidsglas. Dat werd cadeau gedaan in de 18e eeuw bij speciale gelegenheden. Huh? Okay. Meestal bij vriendschap, bij een welvaren van een schip. Alleen dit is een heel bijzonder glas, want de tekst die erop staat is eigenlijk een antifeministisch 18e eeuws glas. Daar staat op: de vrouwen die de broek dragen, behoren men uit het land te jagen. Met daarop een aantal vrouwen die afgeranseld worden. Hashtag. Wat voor Romana. Ik begrijp waarom jij zei, nee, dat is niet mijn glas. Nee, ik geef hem door. Goed. Arnold, dan deze nog iets. Deze van Ilse. Ja, Ilse. Dat is een Delftse terrine in de vorm van een pompoen. Het is dus Delfts aardewerk uit de 18e eeuw, ongeveer 1760. Het was echt voor op tafel. Vroeger dekten ze de tafel met hun zilver broodmanden en Delfts aardewerk en maakten ze echt een feestje ervan. Of boter, of een klein pastijtje of iets. Boterfootje. Ze maakten er echt een feestje van. Oké. Okay. Ja. Horloge? Horloge is van de Zwitserse maker Guy Elia. Wie kent hem niet? Ja. Heel zeldzaam. Je ziet hem zo weinig dat het... Nou ja. Ja. Uitgevoerd in 18 karaat wit goud. Met voor de kenners een tourbillon uurwerk. Ja. Krokodillenleer bandje. Okay. Maar vooral 19 karaat baguette geslepen diamanten verwerkt in het horloge en de sluiting. Aan jou de vraag. Zet in volgorde, wat is het goedkoopst? Wat daarna? Het goedkoopste is denk ik het botervlootje. Oké. Okay. Botervlootje. Zetten we neer? Zet maar even neer. Botervlootje. Ja. En dan denk ik die klok. Die zijn zo. Oké. Zo, ja. Koopste. En dan denk ik de... Ja, pot, ik heb er helemaal geen verstand van. Wij ook niet al deze hebben. Nee, dat bleek. Nou, dan zet ik dan het glas en dan het horloge. Het horloge duurste. Okay. Dus je denkt botervlootje goedkoopst, dan de klok, dan het glas, dan het horloge. Oké. Experts, gaan wij het uitleggen. Het glas is enigszins gemeen, want in het glas zit een heel klein barstje. Oh. Dus een verzamelaar. Dat had je dus niet gezegd. Ik zei dat ik gemeen was. Okay. Dan moet hij terug naar de voorbijpoot. Hij zou normaal gesproken waard zijn 4.000-5.000 euro. Maar door dat barsje 500 à 1.000. Okay. Dus die is het goedkoopst? Dat is het goedkoopst. Oké, okay. Nummer 2. Nou, zit je toch in de buurt? Nee, ik zeg maar niet in de buurt. Ik zeg botervlootjes. Klopt. Maar ik denk ik was het. Nummer 2 is het Delftse terrine. Ja, dat klopt wel. En die is rond de 6.000 euro. 6.000. Oké. Okay. Wow. Nummer 3. De klok. Is rond de 50.000 euro. 50.000 euro. 50? Ja, dat is waar. Zeer belangrijk 17e eeuws uurwerk. Oh. Wat heb jij voor een soort horloge? Het is de combinatie van de oude meester en het uurwerk. En dan ook het systeem waarop de wijzers ronddraaien. En dat die helemaal intact is. Het is erg zeldzaam. Okay. Ja. En dan is het horloge dus het kopstuk. Voor het horloge zijn er slechts 6 gemaakt.
Elton John schijnt er ook een te hebben. Heel moeilijk om vast te stellen wat het nou precies waard is. Want het is eigenlijk nooit te koop. Nee. Ik ben kennelijk de expert. Ik vind dat die waard is, reële marktwaarde, 1,5 ton. Zo. 1,5 ton. Wow. En hoe kom jij eraan? Ja, dat is kom je eraf? Onschatbare waarde. Het was mijn horloge vergeten, Arnold. Onschatbare waarde. Aanstaande donderdag 12 april te zien om 9:30 op NPO 1. Dank jullie wel. Onlangs werd het nieuwe album Mientje. Het is niet dat er een reden was. Wilt er nu uit mij en niet van, oh, wat zou 538 of wat zou goed voor 3? Iedereen bedankt en zoals beloofd eindigen we met een speciale Animal Cracker. Tot morgen. Beter een andere dag kunnen komen, want er is vandaag geen moer te beleven hier in die dierentuin. Wat zei ik? U had beter een andere dag kunnen komen. Dat water, dat werkt altijd een beetje op mijn blaas. Ik moet er altijd zoveel plassen als ik bij dat water. De pot, want ik moet weer plassen. Ja, oh jee. Oh, is even gauw snel. Oh, hier is het toilet al. Oh, gelukkig. Dan kan ik even plassen. Oh, ja. Even kijken. Ah. Nou ja, wat zijn we toch een stelletje vies en ik bij elkaar, die dieren hier allemaal, wat is het hier toch altijd een kleur en zo. Ik zal je vertellen, ik sta al 12 jaar als keeper bij de aasgier in het doel. En er is bij mij nog nooit een bal langs gegaan. Maar kan ook niet, want ik sta breed. Ik sta breed, daar kan bij mij geen bal langs. Er is nog nooit een bal langs geweest. Je moet gewoon je kop er goed bij houden. We'll be right back.